Opluchting, maar ook nuchterheid bij Drentse theaters en bioscopen over voorgenomen coronaversoepelingen. Dit voelt heel fijn, maar ik blijf altijd wel realistisch. Dat wil niet zeggen dat als het nu goed gaat, dat het goed blijft gaan. Hè? Want we hebben eerder versoepelingen gehad en daarna kregen we toch weer restricties. Directeur in de bediening. Horecabedrijven kunnen amper personeel vinden. Westerveld staat permanent wonen op vakantieparken toe, maar eist wel geld daarvoor. En het weer met Robert. We hebben vandaag het zonnig iedereen bij, maar ik vind de wind wel wat koud. Het is ook altijd wel wat, hè? Het weer, zo geliefd, naar het Nijs. Heel goedenavond. Het lichaam dat afgelopen maandag is gevonden in een dakkoffer in het Oranjekanaal bij Orvelte is hoogstwaarschijnlijk van een vrouw uit Hongarije. Een 52-jarige man uit Assen is als verdachte aangehouden. Volgens de politie kenden de dader en het slachtoffer elkaar. De 37-jarige Hongaarse vrouw werd in februari vorig jaar als vermist opgegeven. Voor die tijd verbleef ze in Nederland vooral in Assen en Emmen. DNA-onderzoek moet de identiteit van het slachtoffer nog bevestigen. De politie kan nog niet zeggen hoe ze om het leven is gekomen. De dakkoffer is vermoedelijk afgelopen weekend in het water gegooid. Een getuige zag dat de inzittenden van een busje bij de Orveltebrug iets in het kanaal gooide. Op de oever waren een paar dagen later duidelijke sleepsporen te zien. Volle theaters en bioscopen die tot 1 uur 's nachts mogen openblijven. De voorgenomen coronaversoepelingen worden positief ontvangen. Wat een opluchting. Eindelijk. Het lijkt erop dat we weer helemaal open mogen. Zonder beperkingen van sluitingstijden, zonder beperkingen van het aantal bezoekers in je zalen. Ik heb echt het gevoel dat ik 2 jaar lang aan het diepzeeduiken was en dat een jaar geleden mijn zuurstoftankie al leeg was. Die opluchting klinkt ook in Schouwburg-Ochterop in Meppel. Nou, we verwachten dat we na 18 februari dat we de 1,5 meter los mogen laten in de zaal. En dat betekent dat we weer van een 1/3 bezetting nu toegaan naar 100% zaalcapaciteit. Dat is heel fijn. Maar ik blijf altijd wel realistisch. Dat wil niet zeggen dat als het nu goed gaat, dat het goed blijft gaan. Hè? Want we hebben eerder versoepelingen gehad. En daarna kregen we toch weer restricties. Ik wil er gewoon realistisch over blijven. Dit is wat nu kan. En we vinden het echt fantastisch. Want we hebben namelijk op 22, 23 en 24 februari... 3 avonden Joep van het Hek uitverkocht gepland staan. En dat kan dan doorgaan. Joep van het Hek in het theater en ook in de bioscopen draaien inmiddels weer enkele grote films. En dat is een groot verschil met de vorige lockdowns. Na elke lockdown hadden we die enorme uitdaging dat we dan weer open mochten. Maar dat er gewoon geen product beschikbaar was. Er waren geen films. Dat was de tijd dat we terugvielen op films zoals Harry Potter. Lord of the Rings hebben we weer teruggehaald. Ik zal het woord ook maar noemen. Ik denk dat het toen de tijd ook pure armoede was dat we die titels hebben teruggehaald. Nathalie Straatman denkt dat de theaters en bioscopen voorlopig normaal kunnen blijven draaien. Ik doe vooral aan realisme. Ik doe niet aan hoop. Omdat hoop kan heel veel teleurstelling ook teweeg brengen. Maar we gaan nu weer richting de zomer. En we hebben eerder gezien dat richting dat soort maanden het sowieso wat beter blijft. Maar ik wil gewoon realistisch blijven en niet te hard vooruitkijken. Want het moet natuurlijk in totaal goed gaan. Het gaat nooit over Meppel alleen, maar het gaat nooit alleen maar over Nederland. Dit is een wereldwijde pandemie, dus ja, wie weet. Het openluchtspectakel Het Pauperparadijs in Veenhuizen gaat ook dit jaar niet door. De organisatie heeft dit besloten omdat het niet zeker is dat er een vergunning wordt verleend. De voorstelling ging de afgelopen 2 jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. En nu trekt de organisatie zelf de stekker eruit. Ondoenlijke milieueisen en steeds veranderende regelgeving worden door de organisatie als reden opgevoerd. En daardoor is het onzeker of er een vergunning kan worden verleend. Al 2 jaar is er overleg met de gemeente en de provincie over de mogelijk negatieve gevolgen voor de natuur. Het theaterspektakel trok op de locatie bij het gevangenismuseum enkele tienduizenden bezoekers. De organisatie noemt het heel zuur dat medewerkers na 2 zware coronajaren de dupe zijn van vage regels. En gaan we nog even terug naar de versoepelingen in de coronaregels, want ook de horeca mag langer open. Maar de vraag is of cafés en restaurants dat ook doen.
Want de horeca kampt met een groot personeelstekort. Restaurant Het Kasteel in Coevorden is een deel van de week dicht, omdat het geen mensen kan vinden. 4 dagen per week zijn we in het restaurant zijn we nu dicht. En de andere dagen sta ik zelf in het restaurant. De directeur zelf in de bediening, simpelweg omdat er geen personeel is te krijgen. Je bent 3 keer achter elkaar dicht gegaan, hè, in een tijdsbestek van 2 jaar. En mensen geven dat toch een beetje onzekerheid. En die denken op een bepaalde manier van ik kan misschien beter buiten een GGD bijvoorbeeld gaan werken. Daar heb ik in ieder geval bedrijfszekerheid en baanzekerheid. Chefkok Jordi Gruppen kookt vanavond voor 6 man. Ja, het is heel frustrerend, maar ik denk dat de mensen toch nog een beetje bang, denk ik. Terughoudend. De spontaniteit is eraf om een avondje weg te gaan. Ik bedoel, met die QR-code erbij is het ook niet altijd wat. Dus ik snap de mensen, snap ik wel. Maar voor ons wordt het er niet leuker op zo. MF Horeca is het uitzendbureau voor de horeca in het noorden. Bij hen staat de telefoon roodgloeiend. En wonder boven wonder is er nog personeel beschikbaar. We hebben heel erg ingezet op het behoud van kandidaten door leuke gestes, mailtjes, even persoonlijke belletjes. Maar ook het te werk stellen in andere sectoren dan de horeca. Om zo echt proberen je kandidaten bij je te houden. Een deel is bij de GGD gedetacheerd. Maar de hoop is dat die mensen later terugkeren naar de horeca. Dat is wel de bedoeling. En dat hopen we ook zeker ten zeerste. Dat het gevoel voor de horeca, dat kriebelende gevoel, dat toch weer terug gaat komen bij een groot deel van die mensen. Het Kasteel roept mensen met interesse in de horeca op om zich te melden. In maart stopt natuurlijk de steun. Tenminste, zoals het er nu naar uitziet. Dan moeten we wel weer vol draaien. Dus dat is wel echt onze topprioriteit op dit moment om personeel te vinden. En als het nou niet lukt vanaf april? Ja, dat is eigenlijk geen optie. Nee, er moet gewoon personeel komen. Permanent wonen op een vakantiepark. Officieel mag het niet, maar het gebeurt op veel plekken. Met 64 vakantieparken kent ook Westerveld dat probleem. De gemeente wil nu een einde maken aan deze gedagssituatie en de parken een woonbestemming geven. Maar dan moeten de bewoners wel betalen, want hun huizen en grond worden dan flink meer waard. Ik ben Henk Dingeris en ik ben een van de permanente bewoners op dit park Nieuwlanden in Wapsen. Dingeris woont al 23 jaar met veel plezier in een van de 34 huizen op het park. Dit is mijn stulpje met mijn tuin. En daar ben ik heel erg blij mee. Park Nieuwland ligt aan de rand van het Drents Friese Wold. En als je over dit park loopt, zou je zeggen dat het eigenlijk een doodnormale woonwijk is. Maar het park is officieel bedoeld voor recreatie, dus feitelijk wonen de bewoners hier illegaal. De gemeente gedoogde dat, maar onderneemt nu toch actie. En niet door de inwoners weg te jagen, maar juist door ze officieel toestemming te geven om hier te blijven wonen. Al gaat dat niet zomaar, de gemeente wil daar wel iets voor terug. Ja, wij vragen een bedrag van de bewoners als gevolg van het feit dat het hun wens is om samen met ons te kijken of we de recreatieve bestemming om kunnen zetten in een woonbestemming. Want de huizen worden dan flink meer waard en daar moeten de eigenaren een deel van afdragen. Vaak een bedrag tot zo'n 10.000 euro. Maar Henk is het daar niet helemaal mee eens. Een bijdrage die erop gebaseerd is dat wij een recreatiebungalow, woning, onttrekken aan het recreatieve aanbod. En die gedachtegang wordt door ons eigenlijk niet gedeeld. Want wij voelen ons geen recreant. Wij voelen ons inwoner van het dorp Wapsen. Maar na veel overleg met de gemeente gaan de bewoners toch overstag. Het geld dat zij afdragen komt in een fonds speciaal voor toerisme. Als het maar een recreatief doel dient. U kunt denken aan fietspaden. U kunt denken dat we op enig moment binnen de natuur wat gaan doen. Als het in ieder geval maar bijdraagt aan de verhoging van de recreatieve kwaliteit. Het zal nog wel even duren voordat het bestemmingsplan officieel is gewijzigd. Maar de gemeente belooft dat ze in de tussentijd niet zullen handhaven. In de tussentijd mogen ze daar nog gedoogd wonen en zullen wij niet tot handhaving overgaan. Het was vandaag een prachtige dag voor hospice het Alteveer in Assen. De zorginstelling voor ongeneeslijk zieken opende de deuren van een nieuw pand. Graag laat ik jullie even een van onze gastenkamers zien. In het hospice zijn 6 van deze gastenkamers waar onze gasten doorgaans verblijven. Apetrots zijn de medewerkers en vrijwilligers van het hospice op hun nieuwe zorghuis. Het gebouw heeft dubbel zoveel ruimte als het oude hospice en is een stuk moderner. We hebben prachtig mooie bedden. Daar zijn we echt heel erg blij mee. En zoals je ziet
kunnen deze bedden zelfs in een hele mooie zitstand gezet worden. Dat maakt voor een gast het heel prettig dat je nog op die manier in dezelfde mogelijkheid bent als je bezoek. In het hospice verblijven mensen die niet lang meer te leven hebben en ze worden er verzorgd totdat ze komen te overlijden. Maar het hospice is er niet alleen voor de mensen die er verblijven. Ook aan hun familieleden wordt gedacht. Dit is onze familiekamer. In het hospice komt heel vaak voor dat iemand overleden is. De familie is hier dagen geweest en heel verdrietig allemaal. En dan is het prettig dat je een sfeervolle ruimte hebt waar je even onder elkaar kunt zijn. Er komt steeds meer vraag naar hospicezorg en het oude pand groeide daardoor uit zijn jasje. We hebben regelmatig nee moeten verkopen aan mensen die opgenomen wilden worden. En dat is in een terminale fase natuurlijk zo verschrikkelijk. Dat vindt iedereen, de vrijwilligers, het bestuur. Kortom, dat kan je eigenlijk niet maken om een wachtlijst te hebben als je nog maar kort te leven hebt. Het bestuur moest de benodigde 2,5 miljoen euro voor het hospice vooral met hulp van fondsen bij elkaar krijgen. De coronacrisis bemoeilijkte dat en uiteindelijk bleef er een gat van enkele tonnen over. Gelukkig voor het hospice schoten mensen vanuit alle hoeken van de samenleving te hulp. Dat gaat van sponsoren naar vrijwilligers, naar de burgerij van Assen, de gemeente Assen. Nou, noem iedereen maar op, want we kunnen op een enorm draagvlak rekenen. Zo, open. Open. Je hoort mij wel, maar je ziet mij niet. Oh, draaimaal. We werden in Mannestruun op het Mantinger Zaand. En het is iets wat je zien kunt en misschien ook wel horen vrij winderig. Surgie was er vandaag nog wel in bij, dus al met al niet een hele slechte dag. Maar blieft dat zo. Vanavond wordt het wat rustiger in de locht. En ook helder. En doordat het zo helder is, giet de temperatuur hard omdeel. Het giet zo'n graad of 3 vriezen. Maar ik begin de dag door de nacht first dan ook koud. Maar als de first verdwenen is, dan giet de temperatuur al wat omhoog. Tot een graad of 6 uiteindelijk. De wolken en de zon wisselen elkaar af en blief de hele dag droog. Vrij skiën weer om te zaterdagen. Dan kijken we nog even verroet. Zondagmorgen kreeg het zonnig nog even te zien. De rest van de dag blief gries. Regenachtig pas in de avond. Een graad of 8 met een vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Maandag heeft die wind ook nog best wel een grote rol. En dan wordt een paar graden warmer. Graad of 10 misschien wel. Overwegend gries en regenachtig. Zonnig misschien nog even in de middag. Dinsdag dan wisselen die 3 factoren elkaar af. Wolken, zon en wat regen. En ook dan milde temperaturen. En vergeet niet om vanavond ijzer nog buiten heb staan, de krattenbier in binnen te zetten, want we kriegen dus first. Tot aan de week. Tjo. Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Ja, zoiets was het, hè? Ja. Robert, dankjewel. Dit was Drenthe Nu. Kijk voor meer nieuws ook even op onze app. Of natuurlijk op de website. Beide vernieuwd. rtvdrenthe.nl. Heb een fijne avond. Mooi weekend gewenst. Dag.